De Vrede van Lausanne werd getekend op 24 juli 1923. Met het verdrag werden de grenzen en de volledige onafhankelijkheid van Turkije vastgesteld. Dat gebeurde na vele overwinningen van het Turkse leger onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk tegen de Grieken en de Engelsen. Op 1 november 1922 werd het sultanaat officieel afgeschaft en moest de laatste sultan van het Ottomaanse Rijk, Mehmet VI, het land ontvluchten. Het overgebleven Turkije werd een seculiere staat, dat wil zeggen dat religie en staat gescheiden zijn. Ook onderging het nieuwe Turkije een snelle modernisatie onder leiding van Mustafa Pasha Kemal. Hierdoor kreeg hij de naam Atatürk, wat vader der Turken betekent. Laten we eens even kijken naar de persoon Mustafa Kemal. Deze man, deze Mustafa Kemal, was een officier uit het Turkse leger die tijdens de Eerste Wereldoorlog naam voor zichzelf had gemaakt. Zijn heldenstatus bereikt hij echter door zijn rol in de onafhankelijkheidsstrijd van 1921-1922, ook wel de Grieks-Turkse oorlog genoemd. Het verdrag van Sèvres, waar we het in de vorige video over hebben gehad, wordt gezien als een enorme vernedering en het verzet tegen dit verdrag en tegen de laatste sultan van het Ottomaanse Rijk groeit snel. Onder leiding van Atatürk van Kemal dus, weten de Turken de oorlog te winnen. De sultan wordt afgezet en het verdrag van Sèvres wordt vervangen door het verdrag van Lausanne. Met de overwinning is het gehate verdrag van Sèvres uit 1920, wat de Turken betreft, dood en begraven. In de Zwitserse plaats Lausanne komt men bij elkaar voor nieuwe onderhandelingen en daar komt op 24 juli 1923. Het verdrag van Lausanne uitvoert. Daar wordt afgesproken dat gebieden die na het verdrag van Sèvres toegewezen zijn aan Bulgarije en Griekenland aan Turkije worden teruggegeven. Ook worden afspraken gemaakt over het uitwisselen van Griekse en Turkse gemeenschappen. Het verdrag van Lausanne is voor Turkije een veel aanvaardbaarder verdrag. In de 19e eeuw, dus nog ver voor de Eerste Wereldoorlog. Kreeg het Ottomaanse Rijk de bijnaam de Zieke Man van Europa, omdat het enorme Rijk niet moderniseerde, terwijl andere landen in Europa, met name Westerse landen, dat wel deden op politiek, economisch en maatschappelijk gebied. Het Grote Ottomaanse Rijk bestond nu niet meer en Atatürk wilde van het nieuwe Turkije zo snel mogelijk een moderne staat maken, naar Westers model. Het Sultanaat wordt afgeschaft en Turkije wordt een republiek. Waar Mustafa Kemal de eerste president van wordt. De scheiding van religie en staat, economische modernisering en de verwestering van Turkije staan hoog op de agenda van Mustafa Kemal. Ook is Istanbul niet langer de hoofdstad, maar dat wordt Ankara. Deze stap, de verplaatsing van de hoofdstad, symboliseert volgens Atatürk een nieuw begin.